zoveel heb je niet aan, meid. Van binnen. Ik ben verliefd. Tenminste, dat denk ik. Niet van die rare dingen zeggen. Echt waar. Voor de eerste keer in mijn leven heb ik vlinders in mijn buik. En er is niet eens kickboksen op tv. Dat klinkt inderdaad serieus. En hoe lang is dat al? Sinds vanochtend. Ik heb hem net ontmoet bij het Bruiningscenter. En hij is heel groot en breed. En bruin zeker. En hoe heet hij? Weet ik veel. Hij lag onder de zonnebank. Maar toen ik wegging heb ik hem mijn adres gegeven. Met de romantische boodschap. Doe maar. Kan hij dan ook lezen? Nou, ik heb het niet moeilijk gemaakt. Ik heb erop gezet gratis seks. Ja, daar komen ze wel op af. Als iets gratis is. Ja, het heeft nog altijd gewerkt. Pikken! Hey, krijgen we capsones? Die hondenmuesli heeft wel klauwen geld gekost. Eten! Gingen we eten, man? Ga je gang. Whisky heeft geen trek. Wat is dat voor spul? Aanbevolen door topfokkers. Graankarrees versterkt met gerstenvezels. Dit is gewapend biscuit, man. Honden zijn er gek op, staat hier. Nou, ze hebben whisky hier blijkbaar anders niks gevraagd. Het ziet er toch lekker uit? Ma, wat is er? Mickey! Laat eens even zien. Dat is daar binnen een opgebroken weg, maar is het deze? Ma, je hebt er kies gebroken. Rustig aan, we gaan eerst maar eens even de boel ontsmetten. Ja, goed dan. Hiermee, daarom heb ik nou de kaakontsteking. Geen bacterie overleeft haar happy hour. Hier, ma, even goed spoelen. Is 80% alcohol, dat trekt het vuil mooi uit de gaten. Zo, we nou even spoelen. Ma? Ma, het hoeft maar één slokje te wezen. Ma? Oké, volledige verdoving, dat ken ook. Voelt u nog wat, ma? Ja. Nou, even rustig uitzieken, hè? Wat was dat? Daar zou je me hebben. Hey, mafkees, ben je blind of zo? Kun je niet uit je doppen kijken? Hey, rot toch op met je grasmaaien. Ga toch geen problemen maken, hè, blondje? Hey, hallo? Hoi. Kees? Zeg, ken je die grafleier? Nee, nog niet. Leuk dat je gekomen bent. César. César, dat is mijn lievelingsnaam. Zo heette mijn cavia. Oh, ik vind Kees ook wel leuk. Bedankt voor je sympathieke briefje. Briefje? Gratis seks. De Telweg 13, Sonnendaal. Kees Vlodder. Nou, dat gratis, dat kun je dus wel vergeten. Want je hebt zojuist mijn originele Chevrolet Caprice Classic uit 1968 naar zijn malle moer geholpen. Nou, wat zuur je nou, Johnny? Dat deukje zit er al jaren in. Je doet er zelf ook nooit wat aan. Laat anders je snor staan, zie je er niks meer van. Oh, je bedoelt de auto. Het geitje gaat je geld kosten, makker. Johnny, zeik nou niet. Ik heb nog nagellak in die kleur, dus houd er nou eens over op. Maar wat vind je van César? Is hij niet geweldig? Heb je die kop van het zwart werken of is je moeder onder een hoogtezon bevallen? Zeg, je weet wat ze zeggen, hè, over jongens met een hele grote, lange, roze auto. Zeg Kees, als wij vandaag nou eens romantisch naar het strand gingen, hè, lekker zonne, cocktailtje erbij, oesters, samen de duinen in, de zon zien zakken. Nou, als je het op het strand wil, doe mij best, maar dan moet ik even mijn badspulletjes pakken. Ik ook. Haal je zo op. Tot zo. Hij is mooi, rijk, gevoelig en rijdt in de sportauto. Ik denk dat het echte liefde is. Oh ja? Ik denk dat jij binnen een jaar met meneer Fantastisch in een televisiepraatshow zit. En dan mag hij nog eens fijntjes uitleggen waarom je graag in vrouwenkleren rondloopt. Zolang het maar niet mijn kleren zijn. Nou is het uit, verdomme. Die muziek trilt door tot in mijn bek, ouwe gek. Nou, die verdoving is alweer uitgewerkt, hè, maar. Wanneer gaan we eten? Je bekijkt het maar met je eten. Ik heb geen honger.
draaien. Wauw. Nee. Ja. Zeg, Kees. Ai, dat ziet er niet best uit. Hier, neem deze. Dan loop je tenminste niet voor gek, ma. Het is toch geen gezicht? Waarom doet Ma de was eigenlijk niet? Ma die doet voorlopig even helemaal niks meer met die kies van net, dus moeten wij het doen, hè? Weet je hoe het werkt? Nee, maar als jij het nou even uitzoekt, want ik wil vanavond wel een stap in mijn goede goed. Ik weet niet hoe een wasmachine werkt. Er zit net zo'n knop op als bij de magnetron. Oh, nou, zet die dan maar helemaal vol uit, want ik heb haast. Ja, hij doet het. Mooi zo. Is hij nou klaar? De stroom is uitgevallen. Wat kan dat nou weer? Ma, heb u die stoppen beneden uit de meterkast gedraaid? Luister, ik wil niks meer horen. Geen klok, geen tv, geen wasmachine, geen ijskast. Begrepen? Niks meer. Feun dan? Luister maar, zo gaat het niet langer. U moet naar een tandarts. Wanneer bent u eigenlijk voor het laatst geweest, ma? Vijf jaar geleden. Op mijn vijfde. Sigaar, maar daar word je kalm van. Komt ie, ma. Auw! Ja. Willen jullie me dood hebben of zo? Ready, steady, go! Cesar! Ma, Johnny. Ik ga naar het strand. Hey, wacht eens even. Laat je ma zomaar aan de lot over. Ja, jij kan toch op haar passen? Ja, kan je meteen dat schaafwondje en dat roze botshoortje van je een beetje bijlak. Ma, dit gaat zo niet langer. U moet iets aan die kies doen. Ga nou naar een tandarts. Hé. Hey. Ben jij dat, Johnny? Of is het jullie wc? Maar die stoppen moeten weer in de meterkast, want het vlees in de diepvries begint te smelten. Maar anders moeten we met de kerst roggebrood eten. Hey. Ik heb boven nog slaappillen liggen. Gebruik jij slaappillen? Nee, ik niet. Soms geef ik ze aan die vrijers van me. Anders houden ze me de hele nacht wakker. Maar u hebt vast wel zin om in stilte te genieten van een verkwikkende slaap. Slapen? Dat gaat niet lukken. Nou, Kees hier heeft er iets op gevonden, man. Zo, ma is begonnen aan de winterslaap. Hebben wij tenminste rust tot aan de lente. Oh, zeg je tegen Cesar dat ik er zo aankom? Ik moet nog wat spullen pakken voor het strand. Lekkere zus heb jij. Cesar. Ik vind het echt hartstikke leuk van je dat jij met Kees op stap gaat. Oh ja? Ja, het is toch zijn haar eerste uitje sinds de operatie. Operatie? Operatie, ja. Zijn haar grote verandering. Maar hij is netjes gedaan, vind je niet? Vooral de voorkant. Het is niet gemakkelijk, hoor. Wacht even, wat bedoel je? Is Kees een vent? Ja, wist je het niet?
Ah, maakt het ook uit, je ziet er helemaal niks meer van. Ze kennen ook alles, hè, tegenwoordig. Ah, je houdt me voor de gek, toch? Waarom zou ik? Ik ben veel te blij voor hem, voor haar. Nee, mij hou je nu voor de gek. Kees is een echte vrouw. Tuurlijk, nu wel. Alleen als zij een sigaar opsteekt, hè, dan zie je het, hè. Sigaar? Ja, geloof me nou, ik heb niks liever dan dat zij weer onder de mensen komt. Begrijp je? Onder de mensen. Ik vond hem haar. Hem. Al zo direct. Nou, als je nou nog een leuke naam hebt voor haar, hem, haar. Want Kees, dat ken eigenlijk niet meer, hè? Cesar, ik ga je dadelijk helemaal insmeren met zonnebrand. Zeg, ik was eigenlijk vergeten dat ik nog een andere afspraak heb. Dus misschien een andere keer. Sorry. Tot ziens. Johnny? Heb jij iets gezegd? Wat? Tegen Cesar? Ach, die jongen heeft het gewoon een beetje moeilijk met zijn eigen. Sinds zijn vriend het heeft uitgemaakt, is hij niet meer de oude. Onzeker. Vriend? Ja, en is nog helemaal niet aan vrouwen toe, zei hij. Cesar, is die homo? Kom op, nou Kees, dat zie je toch zo. Zo'n mooie, open, gevoelige jongen. En dan nog goed gekleed ook. Moet hij soms met een uitgangbord gaan rondlopen. Maar ik heb anders nog nooit een homo achter me aan gehad. Je doet hem aan zijn moeder denken, daar was hij ook zo lief mee. Het is alleen jammer dat ze meteen aan je gaan zitten. Ben ik eindelijk eens verliefd, is de nicht. Hetero jongens zijn toch nooit zo verzorgd in het ding. Hier, kijk naar de Kees. Dat is nou een echte man. Oh, dankjewel, Johnny. Slaapt ze? Ja, tot volgende week maandag. Nou, op ma, mogen haar kies snel doodrotten. Ma. Is het echt zo erg? Hou op, daar zit zo'n gat in. Als ma iets zegt, dan hoor je alleen de echo. Wij moeten ma naar de tandarts zien te krijgen. Ja, of de tandarts naar haar. Nou, veel succes ermee. Vraag anders Eppo. Die heeft nog een blauwe maandag tandheelkunst gestudeerd. Het is wel een drinkertje, maar hij trekt nog steeds kiezen met zijn blote handen. Denk jij echt dat hij Ma kan helpen? Maar baart het niet, dan schaadt het niet. Hij trekt die kiezen in ieder geval met veel plezier. We moeten vandoor. Veel succes, hè. Misschien moeten we het er maar op wagen. We hebben weinig keus. Dan ga ik even plassen. Johnny Vlodder, Henny noemde je naam. Ben jij toevallig geïnteresseerd in een klus? Een klus? En wat voor een klus? Hè? Heb je het over plamuren, voegen, betegelen, metselen, storten? Nou, doe maar stoer. Ik wist niet dat jullie ook al je eigen taaltje erop nahielden. Ja, je moet natuurlijk wel weten waar je het over hebt. Hè? Dat is waar. Eppo was het? Enno. Oh, sorry. Henny heeft het waarschijnlijk weer een keertje verkeerd verstaan. Luister, het gaat om mijn moeder. Die heeft sinds vanochtend linksboven een joekel van een gat. Wat moet worden dichtgemaakt. Nou, dan praten we hier over metselen en volstorten. Ja, of eruit trekken natuurlijk, hè. Slopen. Ja, nou ja, jij bent een vakman. Jij zal het wel weten. Maar heb je vandaag tijd? Want er is nog haast bij. Ja, ik zou zeggen, laten we eerst maar eens even gaan kijken. Maar ik neem nog één slokje voor de concentratie. Hé, hey, Vlodder. Ik heb er nog eens over nagedacht. Volgens mij heb jij een end staan liegen over Kees. Want ik heb er... Hey Cesar. Hey, waar wil je heen? We kunnen er toch over praten? Nou, liever niet. Dit soort dingen gaat mij iets te ver. Ja, jij doet er zo moeilijk over. Mij maakt dat niks uit. Sorry, mag ik even? Kees, ik neem Enno hier even mee naar huis van Ma. Ga je mee? Nee, ik wil eerst Cesar even uithoren. Ik begrijp er niks meer van. Oh, nou, ik ga er vast vandoor, anders zijn de slaappillen weer uitgewerkt. Cesar brengt mij wel even thuis. Kom je in, je kan met mij meerijden. Ja, natuurlijk. Zeg, pikt jouw broer vaker dit soort kerels op uit de kroeg? Nee, maar jij wel, hè?
Zeg, hoe ga je dat eigenlijk aanpakken? Ja, dat ga jij me nou vertellen. En nou, ik wil er eerlijk gezegd zelf liever niet bij wezen. Nou, ik moet natuurlijk wel weten wat ik moet doen. Ja, dan wijs ik vanzelf. Het is zo groot, gaat het keer nou eens niet meer, zeg. Nou, ik zal blij wezen als hij dicht is of vooruitgetrokken. Loop je niet mee? Nee, dank je. Ik blijf uit de buurt. Je gaat dus die trap op en dan... Ja, linksboven. Dat had je al gezegd. Hè? Nou, dan ga ik maar even kijken. Hè? Wie is dat, Johnny? Dat is de tandarts, Henkie. Die gaat die kies van Ma netjes opvullen of eruit trekken. En waar is Kees? Laat ik het dan zo zeggen. Als jij een homo bent, waarvoor kom je dan op mij af? Homo? Hoe kom je daar nou bij? Ik ben helemaal geen homo. Johnny zei dat jij zei dat je een homo bent. Wat? En dat vertel je dan niet aan mij. Ik heb het meteen op de play geschreven. Heel groot. Wat mij betreft mag iedereen het weten. Zo. En wat heb jij dan te zoeken op de mannenplay? Of is de operatie niet helemaal gelukt of zo? Welke operatie? Ja, de ombouw natuurlijk. Het hang- en sluitwerk. Ik zie toch heus dat je een fan bent. Dacht je dat ik dat niet door had? En Johnny begon er ook al over. Maar ik had al lang in de gaten dat er iets heel vreemds aan de hand was met jou. Ik een fan? Ja. Meekomen jij? Zeg, ben jij Enno? Eppo. Eppo, Enno. Jij bent toch die klussen? Kun jij eens naar die dames toilet hier kijken? Die is helemaal verstopt. Ja, maar daar heb ik geen verstand van. Oh nee? En die gereedschapkist dan? Ik ben tandarts. Geen half werk. Ik hoop dat hij nog wat laat zitten. Ah, anders kan Ma toch gewoon rijst op papa eten? Ja, wat er niet in zit, dat kan ook niet meer ontsteken. Hé, hey, wat is dat? Zeg jij dat ik aan het zien? Opgerot, vuile herrie, schoppen! Wie is dat Maffe Wijf daarboven op de kamer? Maffe Wijf, dat is mijn moeder! God van mijn kraken! Ma, wacht! Wacht even, je te pikken! Rustig, Ma. We wilden u alleen maar helpen. Helpen? Hoezo? Nou, hij is tandarts. Tandarts? Ja, de bedoeling was dat hij u van uw kies af zou helpen terwijl u sliep. Maar... Kom jij eens even mee. Wat is dit nou? Ja, ik werd wakker van al dat geboor. Als die jongen een tandarts is, dan kan hij beter eerst een bril kopen. Waarom boort je nou een gat in de muur? Vertel jij het maar, het was jouw idee. Ja, ik dacht toch dat ik heel duidelijk was geweest. Henny had hem zelfs aangeraden. Ja, het is een rare tandarts. Oh, wacht eens even. Henny had het over Eppo en hij heet Enno. Het was natuurlijk allemaal geen tandarts. Dat had ik jou kunnen vertellen. Plamuren, metselen, slopen. Ik dacht dat het tandartsen taal was, maar hij bedoelde gewoon plamuren, metselen, slopen. Het is een klusser. Een kneus zal je bedoelen. Er zat daar toch helemaal geen gat? Nou, jij was het blijkbaar aan het zoeken. Nee, het is mijn broer. Ik mag eerst. Nee, maar mijn goede hetero-imago ben ik wel mooi kwijt dankzij jouw broer. Oh, het begint weer. De slaappillen zijn uitgewerkt. Oh. Zachtjes nou. Nou en, dadelijk denkt iedereen dat ik een fan ben. Dat is toch veel erger? Zie je wel, stommerik. Dat is jouw schuld. Shit. Oh, doet er iemand over? Nee, maar... Uit de weg, laat mij dat maar weer doen. Nee. Maar... Het is wel mijn moeder, stomme boer. Oprotte jij, ik wil je nooit meer zien. Weg! Hoe is het met Ma? Hey, Kees. Kijk eens. Is dat hem, de kies? Wat is er gebeurd? Dat was de tandarts, Ma. Oh, dat was wel een hele goeie.